The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier al the zonder. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste Not the face! op de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Onze gast vandaag is een van Nederlands grootste en meest gerespecteerde cabaretiers. Ook in België laat hij zalen al jarenlang moeiteloos vollopen. In 1990 werd hij het eerste lid van het nu legendarische comedycollectief Comedy Train en won ook het prestigieuze cabaretfestival Camerette. Sindsdien heeft hij met tien verschillende cabaretprogramma's op de planken gestaan. Programma's die allemaal gekenmerkt worden... Door een ongekende mengeling van harde humor, ongegeneerde onderbroekenol en bijtend intelligente maatschappijkritiek. Voor zijn show in 2006 tegen Beter Weten in ontving hij de Prijs van de Kritiek, de Prins Bernhard Cultuurfonds Theaterprijs en de Polifinario. Die laatstgenoemde prijs won hij ook nog eens in 2017 voor Van Kwaad tot Erger. Hij is daarbovenop ook nog eens acteur en regisseur. Met hoofdrollen in films als Minus, TBS, Het Geheim, Doodslag. En zijn eigen film Billy, die hij dan regisseerde. Vele rollen in tv-reeksen. Deze week staat hij drie keer in een uitverkocht Antwerps schouwburg met zijn tiende programma Situatie geweigerd. Uh, Gewijzigd. Eerder. Een hilarische, maar eveneens ongemakkelijke monoloog over de opkomst en ondergang van de witte man. Het is een hele eer om hem hier bij ons te hebben. Welkom. Theo Maassen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. God, ja. <laughs> dat klinkt altijd zo heel formeel, als je zo even ja, een ja, hele dus, opzomming krijgt van, goed, uh, van uw... Uh, van... Goed dat het een keer gezegd wordt. Allemaal. Ja, dat vind ik ook. Dat ja, vind ik ook. Ja. Het wordt die tijd dat iemand dat <laughs> inziet. Um, ja, de opkomst in de ondergang van de Witte Man, ik vind dat, een, uh, ja, dat is een heel interessante manier van het te bekijken. Hoe zit het eigenlijk met de Witte Man? Nou ja, de, de Witte Man wordt nou toch al... Gelabeld als een, uh, ja, het is een, een beetje als een slechte mm -hmm. En daar is natuurlijk ook wel iets voor te zeggen, maar uh, ja, ik kan natuurlijk alleen maar spreken vanuit die, die, die witte man die ik ben. Mm -hmm. En ik probeer toch ook een beetje voor me op, voor me op te komen. En um, ja, dat, dat, dat is de situatie. Ja. Yeah. Ja, ik snap heel goed waarom, want, want ik vraag me af, hè, omdat, uh, ik, ik, ik heb nu ook een nieuwe show dat soortgelijke onderwerpen heeft. Mm. Waar is hij bij u begonnen, dat gevoel van, ik ben mij er hier aan aan het ergeren, of ik, ik voel dat dit is waar mijn voorstelling over moet gaan nu? Nou ja, ik werk meestal nooit zo conceptueel, De, ik begin altijd in, in, in Toemler met... Uh... Uh, gewoon de tien minuutjes en kwartiertjes van dingetjes die ik bedacht heb, zonder, los van uh, een, een plan of een idee. Mm -hmm. En uh, ja, gaandeweg kom je er toch wel achter... oh, Blijkbaar wil ik het toch ergens over hebben. Dus mm -hmm. dat gebeurt in eerste instantie allemaal op een intuïtief niveau. En verderop wordt wel duidelijk: van... oh, uh, blijkbaar wil ik het daarover hebben. Bijna als een derde persoon kijken of een tweede persoon kijk ik ernaar. En dan, dan ga ik dat wel uh, gefocust op bouwen. Mm -hmm. um, maar ja, het, het, het was toch een soort van irritatie. Ik, ik was een, een, een boekje aan het lezen, Hallo Witte Mensen, waarin de witte mensen mm -hmm. op een flikker kregen. En ook daar is wat voor te zeggen. Maar ik, ik heb ook gewoon moeite met, uh, met, met slachtofferschap, geloof ik. Ja, ja, ja. ja. En. Um, uh, ik zie ook wel dat mensen ook slachtoffer zijn van het slachtofferschap. Ja. En die wil ik helpen. Die, die, die <laughs> mensen wil ik helpen met mijn, met mijn programma. En, uh, dus het leek mij wel geinig om in plaats van die, die witte man als, als dader te zien... om die als slachtoffer te zien van deze tijd. En zijn slachtofferschap uh, uit te melken. Mm -hmm. En, de, en die, die man op het podium te zetten en zijn verhaal te laten doen. Ja. Die, de man die eigenlijk zijn mond moet houden. Ja. Want dat is natuurlijk, dat is ook niet zo gemakkelijk. Het zit een beetje in de aard van het beestje, om maar zo te zeggen. Dat als er tegen u gezegd wordt: jij moet nu even zwijgen. Ja. En je moet dan zo luisteren naar een, een, een stortvloed van nonsens waar je het niet mee eens bent. Dat je toch zo de neiging hebt om te zeggen: Oh, wacht even. Uh, mag ik toch nog even iets zeggen? Ja, en het is natuurlijk ook ons. Ja, Het is ook je vak, of het is je, je beroep. Je, 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 je zal wel moeten, of je moet stoppen met je werk. Maar. Uh -huh. En. Uh, ja, ik vind het ook een beetje flauw, ik ook. Ik vind dat helemaal niemand. Ik vind dat iedereen zijn woordje mag doen en niemand hoeft zijn mond te houden. Nee. Dus, um, ja, nee maar het is ook. Wat dat betreft ook wel een interessante tijd. Omdat het inderdaad. Het levert meteen veel frictie op en veel wrijving. En. Uh, ja, daar is het wel uh, te doen natuurlijk. Op, op, er zit veel spanning. En die kun je. Die kun je on, Ontladen. Dus dat, dit is ook, het is ook een interessante tijd. Is dat iets dat je, dat je, als je erover begon te lezen en zo, zijn dat dingen waar dat je je persoonlijk echt druk in maakt, waar dat je echt boos van wordt, of waar dat je van voelt: oh, hier zie ik eigenlijk meer een soort ingang naar humor naartoe, dan dat ik mijn eigen daar enorm druk over maak en dan een manier moet gaan vinden van waarom maak ik mij hier zo druk in? Nee, er nee, zijn wel dingen waar, waar ik echt ja druk over maken. Ik, ik, ik red me op, op persoonlijk niveau ik, ik red me wel mm -hmm. maar ik ja ik vind sommige dingen wel echt uh, 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 onrechtvaardig ook weet je? Ik, ik geloof heel erg bijvoorbeeld ik ben heel erg een fan van uh, om maar iets te noemen van, van, van diversiteit weet je dat is heel mm -hmm. dat, dat is ook heel belangrijk maar ik denk dan laten we dan gaan laten we dan ook echt gaan voor diversiteit weet je dat dat heeft niet alleen maar te maken met bijvoorbeeld uh, huidskleur of, of culturele afkomst. Dat heeft ook te maken met. Je, je, je ziet bijvoorbeeld op televisie ook alleen maar knappe mensen bijna. Dat percentage knappe mensen is ongelooflijk. Weet je, als mm -hmm. we dan echt divers. Weet je, ook als er dan, uh, dan, dan. Dan komen er de. Laten la, we ook. Uh, ja, Laten lelijke mensen dan ook meedoen. <laughs> mensen die in zijn. Willen we zijn, daar echt naar kijken, Theo. En, en mensen die uh, uit, uh, uit Twente komen en uit Groningen. En, uh, het, is, het is allemaal een beetje. Uh, castricum yeah. nou castricum <laughs> daar moeten we denk ik wel een uitzondering uh, <laughs> van maken er zijn, er zijn grenzen en die <laughs> liggen wat mij betreft rondom de gemeente castricum <laughs> maar um, en het helpt ook gewoon niet denk ik als je als je natuurlijk is is de de wereld is 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 oneerlijk en uh, die, ja, als je ervan uitgaat dat hij helemaal eerlijk zou moeten zijn en daar gefrustreerd van raakt, dan, dan kom je op een pad waar je. Ja, wat, wat, wat niet helpt. Zo. En mm -hmm. dat, dat, dat vind ik wel moeilijk om te zien. En er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal een soort niche vinden in het slachtofferschap. en hun mm -hmm. bestaansrecht ontlenen, omdat ze net in die niche zitten en daardoor hun verhaaltje mogen doen of op tv kunnen, maar dat is op rem is het klopt het niet meer? Of is het bezeide de waarheid? Ja. En dat uh, ik weet niet of dit nog tevoren is wat ik aan het vertellen ben, maar dat dat vind ik wel leuk om dat aan te kaarten. Nee, ik snap wat je bedoelt. Want je krijgt ook zo'n soort uh, iemand zei het ooit is heel mooi, zo'n soort victim Olympics. Hè, van wie dat ja. wie dat het grootste slachtoffer is, heeft het meeste recht om te kakken op andere mensen ja. die dat dan net iets minder slachtoffer zijn. Met dan helemaal onderaan de ladder hè, de, de witte man nu momenteel. Omdat dat degene is waar het universeel die, ja. van wordt geaccepteerd. Dat je daar hè, eigenlijk de meest. Ja, als je het gewoon terug naar zijn essentie herleidt. Dan, dan krijg je de meest racistische, seksistische opmerkingen. Mm. Van mensen die dat dan zeggen. dat ze daar volledig tegen zijn. Ja. Maar, maar voor, voor, voor u dan de uitzondering maken, zogezegd. Want jij hebt historisch. Ervoor gezorgd uh, dat je nu ja, op je donder moet krijgen, basically. Ja, en ik geloof, ik, ik, ik ben gewoon geen fan van identiteitspolitiek. Mm. Nee. Ja, laten la, la, we iedereen proberen. En dat is natuurlijk. We, we, hebben allemaal, uh, we zitten allemaal in hokjes te denken. En we zijn allemaal waarschijnlijk ook een beetje racistisch. En, maar laten we proberen open naar elkaar te kijken. En, en dat mm -hmm. is natuurlijk het rare van die identiteitspolitiek. Dat het mensen ook weer uh, reduceert tot één kenmerk van hun persoonlijkheid. En dat, dat, is, dat, vind, ik, dat vind ik niet oké. Okay. Dat vind ik eigenlijk in zichzelf. Uh, Racistisch. Mm -hmm. Ja, want dat komt net van de mensen die dat de hele tijd liegen te zeggen, dat ze daar enorm tegen zijn. Dat vind ja. ik, het, dat vind ik de, de raarste tegenstelling. Ja. Ja, omdat je, je, ik denk dat je gemakkelijk kritiek kunt, want de, 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 de voorstelling, de situatie gewijzigd, heeft ook wel wat. Je hebt zelfs één recensie gepost die dat je zo twee sterren kreeg. Ja worden dat je eigenlijk beschuldigd werd van wat racistische en seksistische, en seksistische praten ja, verkopen op ja, podium. Ja, ja. Hoe voelt dat voor u als jij zoiets leest? Oeh, ja, uh, verwarrend eerlijk gezegd. Hmm. Ik dacht, wat, ik, dacht wat, ja, ik vind dat iemand dan ook wel heel slecht kijkt <laughs> en uh, naar wat ik doe hmm. en uh, heel weinig gevoel voor situatie heeft en weinig gevoel voor humor heeft. En uh, ja, het is verbazingwekkend. Hmm. Ik, het zou ook heel raar zijn. Ik vind dat ook helemaal niet de taak. Zelfs als het zo zou zijn uh, dat ik seksistisch en racistisch zou zijn. Ja, het, ik, ik zou het ook wel geweldig vinden als we een goede comedian hadden die daar grap over maakte. En dat daar staat. staat er, ik, ja, dus ik zou het een fascinerend fenomeen vinden. En, en je, ja, als recensent is het jouw taak helemaal niet om op die manier te kijken of iets uh, politiek correct is of, 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 of niet. Ja, als je een schilderij beoordeelt als recensent. Uh, kun je ook niet zeggen van ja, maar er zit wel heel weinig groen in. <laughs> dat is jouw taak helemaal niet. Het bepaalt die schilder, wat voor kleuren die gebruikt. En um, uh, ja, ik heb natuurlijk gekozen voor een specifiek uh, perspectief in die voorstelling. En dat is natuurlijk ook een soort, uh, ja, een soort personage wat ik ook creëer. En het is ook ja, heel kinderachtig alsof mensen. Denken dat degene die de boef speelt. Uh, dat, werd, dat gebeurde vroeger hè, bij het toneel. Dan werd de boef die de boef speelde in het toneelstuk. Die werd buiten opgewacht en die, werd, die kreeg dan klappen. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> je, daar, daar deed het mij aan denken. Dat maar is ja. dan een theateressencecent. Weet je, die. Um... Ja. Ik vond ook, ook heel, uh, heel opvallend, vond was, uh, je, hebt, je hebt toen ook uh, een tijdje terug zo'n uh, dubbel interview gedaan met Sunny Bergman. Ja. Man, hey, met die, die feministische schrijfster, denk ik dat dat is zeker. En ja, die die documentaire. Had, gemaakt, ja, ah Ja, dat is waar. Eigenlijk. Ja, dat klopt. En die had, die had in ieder geval, hey, ik, ik vond zo'n aantal dingen dat hij die, dat die zei, uh, toen ze aan haar vroegen wat vond ervan, was de, de eerste zin waar ik al meteen over struikelde, was zo de ja, een boreale voorstelling voor een boreaal publiek. <laughs> ja, ja. Zo, de, de manier waarop dat je, je eigen op zo'n een, een vreselijke, ivoren toren ook al zit. Ja. Dat je eigenlijk al komt kijken. Hè, dingen die nog vaak over u gezegd worden, hè, toen dat jij bij Pauw en Witteman zat, en er lag ook zo'n recensie over uw toenmalige voorstelling, dat het dan ging over. Um, dat uw publiek eigenlijk zo van dat bloeddorstig klapvee was, die yeah. dat op voetbalmatchen mensen in elkaar timmeren die totaal niet het met hun eens zijn. Zo die veronderstellingen die zo gemaakt worden, ook meteen over uw publiek, yeah. niet alleen over hetgeen dat jij yeah. zelf zegt, maar ja, het soort mensen die jij aantrekt. Hoe, hoe, hoe ervaarde jij dat als mensen zo over u praten of als je met haar moest discussiëren en je, dat is het eerste dat je hoort? Nou ja, bij haar, ja, ik vond, het, ik vond het zelf wel een grappig gesprek. Ik, ik, ik vind saai, vind ik altijd het ergste. Dus ik probeer het dan ook gewoon ervoor te zorgen dat het een leuk gesprek wordt. Dus als zij iets beweert, dan vind ik het wel leuk om iets anders te beweren. Mm. En dat is natuurlijk ook, ja, ik ben dan ook aan het provoceren en een beetje lol aan het maken. En, een mm. beetje aan het, en, en die ander neemt het dan heel serieus. Dus ja, dat vind ik zelf. Ik vind dat zelf al, uh, 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 wel grappig. En die aannames over, over het publiek, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk arrogant mm -hmm. om, om, om zo te denken. Je, ja, je weet natuurlijk nooit precies ook hoe mensen dingen interpreteren en hoe ze er naar kijken. Maar ik ben ervan overtuigd dat er bij mij. in de zaal ook wel heel veel intelligente mensen. En, en weldenkende mensen zitten, die je uh, het ook alleen ook als een opluchting ervaren dat je overal grappen over maakt. Mm -hmm. In, in deze gevoelige tijden. Ja. Dat zie ik ook wel als, als een belangrijke taak. Dat, dat moet ook. Ja, ik vind dat ook. Eh, wat mij vooral heel hard opviel. met dat interview bij Pauw en Witteman. was hoe hard dat die twee. hun best waren aan het doen. om niet door te hebben dat het humor was. Ja, ja. ja dat je bijna het gevoel hebt van. ja, maar dit is echt selectieve verontwaardiging. Hè? Dit is kiezen om verontwaardigd te zijn. Dat is. Dat ja. is en kiezen om, om, om ook. ...bepaalde delen van uw show te bezien als humor... ...maar als het dan komt over een punt waar ik gevoelig aan ben... ...dan ga ik ineens doen alsof dat jij meent wat jij zegt. Ja, dat is, dat is heel gek. Maar het is heel moeilijk ook om... Uh, ...het is blijkbaar ook ingewikkeld... Nou, ...het is ook misschien ook ingewikkeld om over humor te praten... ...zoals het ingewikkeld is om over seks te praten... ...het is wel leuk om over seks te praten, maar... Seks, seks zelf is natuurlijk altijd heel erg superieur ten opzichte van erover praten. En dat is met, met humor ook. Ja, het, het, hè, voor, voor, voor een kleine groep mensen is waar we het nu over hebben, misschien best leuk. Voor collega's en mensen die hardcore fan zijn. Van, maar voor de rest ja, is het natuurlijk ook een beetje. ja Waar, waar, waar heb je het dan over? Mm -hmm. Ik in, zag in Nederland heb je het programma uh, college, college Tour. Mm -hmm. En dan merk je ook zo'n uh, uh, Matthijs van Nieuwkerk. Dat is een hele goede interviewer. Mm -hmm. En die gaat dan met Peter Pannenkoek, ook een comedian praten. Ja, en dan kom je er ook achter. Hij snapt er helemaal niks van. Die weet van Nieuwkerk, van humor en wat er nou. Die gaat allemaal amateurvragen stellen. Ja, het is blijkbaar toch ook wel een moeilijk terrein. Waar mensen niet zo goed. Mensen snappen misschien ook niet zo goed wat het, wat het is gewoon, ja. en wat je aan het doen bent. Ik denk dat dat ook een, een groot verschil is tussen uh, wanneer dat jij je voorstelling hè, uh, 200 keer speelt in zalen voor het publiek en iedereen. zo vaak speel ik hem niet, hè? Ja, maar... Maakt niet uit of 100 ja, keer. Maakt wel uit. Ja, oké, okay, cool, goed. <laughs> ja, cool, ik heb wel. Uh, maar, uh, kidding, uh. nee, maar als jij, als jij speelt, hè, en, en dat is ook een heel ander gevoel, want je weet altijd, het gezeik over mijn show gaat pas komen wanneer hem uitgezonden wordt op ja, tv. Hè. Yeah. Want dan, dan beginnen de mensen te kijken die niet naar zalen komen. Die ja. niet, eigenlijk ook niet, misschien vaak, gelijk dat je zegt, dat concept humor zoals wij het bezien. die snappen dat ook niet. Dus die kijken ernaar en die denken: oh, maar jij zegt hier iets dat ik niet leuk vind. Ja. Ik vind dat dat niet kan. Ik moet hierop reageren. En dan krijg je zo een: ineens heb je zoiets van: wauw, ik heb dit naar mijn gevoel. Al 200 keer verteld, zonder probleem, ik het 200 dan. Hè. En, en, en ineens is dat wel een probleem. Je zet dat zelf al, je ja. bent er al niet meer bewust van dat dat iets controversieel ja. is wat je zegt, omdat je eigenlijk elke avond een lach krijgt en, en vaak zelfs een applaus. En, en dat vind ik ook altijd heel grappig. Als ze zeggen, ja, het chockerende ding die de, wat de comedian hier zegt, het is gewoon walgelijk. Hè? We gaan een fragment laten zien. En dan laten ze u zien, jij vertelt dat, die zaal ligt strijk van het lachen en applaudisseert. Dat je ook denkt, ja, niet iedereen vindt het dan zo vreselijk, heb ik de indruk. Want als je dat daar op podium vertelt, zitten er genoeg mensen die er wel de humor van inzien. Ja, de, de, het platform waar het gebeurt is natuurlijk ook. Uh... Wel essentieel. Daarom is dat best ingewikkeld ook. In, in een theater. Een theater is voor mij ook heel erg een, een vrij plaats. Waar alles kan. Alles mag. Uh, je mag elke impuls volgen. Een vrij plaats. Mm -hmm. en, uh, en dat is ook de afspraak. En mensen betalen twee of drie tientjes. Om, 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 dat, om dat te zien. En... Dat is ook ingewikkeld. als het op tv komt en mensen. Maar ja, je, ja, je kan ook gewoon naar een andere zender kijken. Je, je hoeft er ook helemaal geen last van te hebben. Dat, dat blijft ook vreemd. Mm. Er is ook een hele groep mensen die in Nederland elke avond blijkbaar kijken naar uh, talkshows. En elke keer weer woeste tweets eruit gooien over uh, de, de linkse kerk. En bla bla bla. En ik wil een keer, ga iets anders kijken, joh. Die, die, waarom zou je er naar kijken? Er zijn heel veel alternatieven. Ja, maar je maakt u graag druk soms. Hè? Dat is, zijn dat, ook is dat dingen... ook niet gewoon saai? Nou, hey, jullie hebben alle twee al superveel shows gedaan. Mm -hmm. Veteranen. Je hebt zoveel mensen zien komen en gaan. Zoveel stromingen zien komen en gaan. Zoveel interviewers zien komen en gaan. Maar jullie blijven hetzelfde. Dat dat het gewoon saai wordt om jezelf er tegen te verdedigen? Ja, nee, maar ik verdedig het gewoon. We toch helemaal niet... Ik, in ieder geval, ik, heb, ik heb het idee dat ik me... Ja, misschien had ik daar helemaal niet moeten gaan zitten. Aan het, bij, bij, bij Paul Witte, maar je hoeft daar helemaal niet heen. Je, je hoeft je helemaal niet te verdedigen. Ja. Dus wat dat betreft is er, is er eigenlijk niks aan de hand. Als je gewoon lekker je show speelt en, en naar huis gaat, en, uh, dan, dan is er eigenlijk niets aan de hand. Maar kan je die, die verontwaardiging nog serieus nemen? Mm, nee, 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 het is eerder dat ik denk, uh, nou ja, goed dat, het blijkbaar, dat ik het dan blijkbaar toch doe. Dat, 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 uh, dat het iets, nou ja, niet dat het iets teweeg brengt, maar dat het... Ja, het is toch ook een beetje je taak om om ook ja, misschien neem ik het dan veel te serieus, maar je je, je moet ook kijk humor zit ook heel vaak in het in het in, in de spanning tussen het betamelijke en het onbetamelijke. En het is ook onze taak om dat ook te onderzoeken en om daar, om, om daar om dat uit te vogelen waar die, waar die grenzen liggen. En, en om een beetje op die, op die grens een beetje te, te balanceren. En soms moet je er even overheen om te weten waar, waar, waar die zit. Of ja, dat is, voor mijn gevoel is dat onze taak. Dat, dat, um, het afschuwelijke woord: het is zo'n afschuwelijk woord, maar het gaat wel over, over de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van, van humor. Ja, dat moet, dat moet ook steeds weer een beetje bevochten worden. En dat moet steeds weer. Ja, je moet, je moet dan met dat terrein, wat dat is, dat moet bewandeld blijven. Anders gaat daar uh, iets groeien wat, uh, wat niet deugt. Dus ja, dat moet, dat moet wel gebeuren. Nou, mm -hmm. ja, ik snap het. Want, het is ook, want vrijheid van meningsuiting is ook wat ik voor, vooral uh, verontrustend vind aan de tijden waarin dat we nu leven. Allee, als, ik, als ik dan praat over dingen waar ik mij ook druk in maak, dan zijn dat dingen dat, uh, dat bijvoorbeeld uh, begrippen als verlichtingswaarde of vrijheid van meningsuiting nu door bepaalde mensen bekeken worden als een soort rechtsidee. Is dat je zo? Ja, omdat je, omdat je het gevoel hebt, ja, het zijn de rechtse partijen die dat altijd gebruiken. Hè. Die zeggen onze ja. verlichtingswaarden ja. in het Westen als in superieur dan de rest van de wereld. Of hetzelfde idee over vrijheid van meningsuiting, dat dan door sommige mensen wordt bezien als: dan kunnen maar ongestraft mensen beledigen. Ja, ja. Dat is een beetje het idee. Terwijl ik denk, ja, dat is heel jammer dat we nu op een plek terechtgekomen zijn, vooral in de media. Want ik, ik merk denk ik toch ook dat heel veel van de dingen waar wij het over hebben, zich vooral afspelen. Ja, niet bij de gemiddelde mens op de straat. Want die zijn eigenlijk bij heel veel van die dingen niet zo fanatiek bezig als degene die heel hard aan het roepen zijn in de media. Degene waar mm. u het meeste druk in maakt. Zijn meestal van die mensen, waar van zegt, die staan aan de, aan de extreme van, van de twee kanten. En die zeggen de meest onwaarschijnlijke dingen. Terwijl de gemiddelde mens heeft meer zo'n houding van: goh, het valt allemaal wel mee. Of zo. Ja, en mensen onderling maken ook uh, uh, hele harde grappen. En hele foute, ja. harde. En dat is helemaal oké. Okay. Mm -hmm. daar, daar is het ook een beetje voor. Wil, het leven is ingewikkeld en we moeten ons vaak, uh, laten we ons in godsnaam uh, beschaafd uh, gedragen. En je moet iemand niet zomaar op zijn bek slaan. En, maar goed, je, de, al dat inhouden en dat rekening houden met dat, dat creëert ook een hoop spanning. En uh, gelukkig hebben we grapjes en, en humor waardoor we ook die spanning kunnen ontladen. Het is ook heel gezond en het is, be het is, het is belangrijk ook. Mm -hmm. Want en u, als, je, als je op een gegeven moment mensen gaat verbieden om, om die grapjes te maken, ja, go, god weet wat, gebeurde, wat er dan gebeurt. Ja, wat groeit er, er zo, dan? Ja. Dan komt er een soort deksel op, op de pan. Mm -hmm. Want je allereerste show, hè, vond ik opmerkelijk van u dat jij dat, dat, dat zelf over je show zei, hè, bepaalde dingen. Het allereerste dat je ooit maakte, je kreeg al meteen vrij veel lof, maar tegelijkertijd word jij zelf het meest kritisch op die show, omdat je zei van, ik vind hem eigenlijk te braaf. Ja. Zo, is, dat, is dat een, een, een beslissing die je, die je toen hebt gepakt om te zeggen, ik heb een gevoel dat ik, dat ik iets kassanter moet zijn of meer, meer beginnen een soort, hoe zeg je dat, bijna een halve uh, knuffelstrijd te gaan voeren. Zo, dat je zo. Het, het, het nou tussen de twee, zo zalven in slaan. Nou ja, ja zo'n eerste programma, dat is altijd een specifiek project, omdat je. Um eerst even je bestaansrecht wil wil ervaren of het wel klopt dat je daar staat en um, en gaandeweg ik denk normaal gesproken bij een bij een comedian is de ontwikkeling ook dat je je best doet om uh, om de dingen die je denkt in het dagelijks leven om die uh, grappig of theatraal interessant te verwoorden en um, dat, 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 op een gegeven moment ging het wel steeds meer kloppen met hoe hoe die de extremiteiten van uh, het heftig ventje wat ik kan zijn en ook wel de lieve gast en zo de, ja dat is wel een soort natu natuurlijk proces om, omdat je uh, nou ja, steeds beter in staat bent maar daar heb ik voor voor mijn gevoel ook al tien jaar over gedaan om mm. om dat te kunnen om, om te kunnen vertalen mm. Ja, dat is, dat, dat is altijd zo'n een, een rare weg. Want je wordt ook allereerste, het allereerste lied van de Comedy Train. Uh, dat was eigenlijk zo'n soort begin met, met een advertentie ja. van Raoul Heertje ja. van... Uh Hè, zo mensen die op zoek zijn naar een podium mislukte, dus hebben, cabaretiers, hè, of, mislukte cabaretiers. Ja. Is dat, maakte jij een onderscheid tussen comedy en cabaret? Is dat iets wat jij doet? Vind jij dat belangrijk? Nee. Ik, ik voel dat in Nederland toen ik daar eerst begon te spelen. Uh, en, en ik, 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 het, vooral toen ik uh, het Leids Cabaret cabaretfestival daar won. En ik zat even bij Harry Kies. Er mm -hmm. was zo'n persoon, ik heb daar zo'n gesprek mee gehad. En wij kwamen niet enorm goed overeen, omdat hij zo'n houding had van: ja, nee, het is. Cabaret, er moet engagement in zitten. Wat ik mm. zelf al zo'n onwaarschijnlijk een arrogante term vind. Dat ik denk iemand die in een bootje rond een walvisvaart is geëngageerd. Ja. Iemand die wat gaat lullen op een podium, ja. mensen raadjes wat lachen en, daar, en belachelijk veel geld krijgt ja. om dat te doen, ja. is niet echt een geëngageerde persoon. Nee. Dus ik had, en, en toch, zedde jij misschien een van de grote voorbeelden van, de, van, de, van die generatie cabaretiers die hè, in opvolging van iemand als Freek de Jongen of Joep, mensen die iets te zeggen hebben op een podium, die niet alleen gaan voor grappen, maar die ook een, een, hmm. een boodschap hebben. Gij dat, noemde jij dat cabaret ten opzichte nee, van comedy? Nee, als of mensen, of maar als mensen zo kijken, als mensen denken dat stand-up comedy oppervlakkig is dat, is, dat toont vooral een gebrek aan historisch besef. Dan weet je niet wie Lenny Bruce is en dan mm -hmm. weet je niet wie Bill Hicks is. En uh, ja, dan denk je dat het uh, grapjes, uh, piemelgrapjes zijn. En uh, Nee. Niks mis meer een goede piemel, you know, by the way. Niet. En met een goede piemel op zichzelf ook niet. <laughs> Zal wel <laughs> ja. zijn. Um... Nee, het is voor mij veel meer een vormding. Dat, dat, kijk, mm -hmm. stand-up comedy is heel kaal. En, uh, en uh, vaak toch met een handheld microfoon. Dat hoort er voor mij ook wel bij. En uh, er is eigenlijk geen decor. Er is alleen maar die man. Dus het is heel eenvoudig. Dus voor mij is die, dat is wel de, de vorm stand-up comedy ik vind mm -hmm. het eigenlijk al gek als ik een stand-up comedian zie met een met een zendertje mm -hmm. en, en dat hij twee handen heeft ja. dan dan vind ik het eigenlijk al maf maar dat ja dat is een vormding en inhoudelijk kan het elkaar allemaal overlappen en waarom met de gekozen voor voor, voor de zender voor de zender ja want jij doet dat, hè? Als jij speelt, ja. speelde gij altijd met met twee handen vrij. Ik speelde laatst in Breda en toen viel mijn zender uit. En ik heb natuurlijk wel een reserve mic aan de zijkant. Dus toen moest ik halverwege. Moest ik, uh, ja, dan ben ik toch een, een linker. Uh, ik sta daar toch al, altijd een beetje in paniek en gefrustreerd. En ik mm -hmm. heb daar eigenlijk twee handen bij nodig. Mm. En ik vind als je een. een uh, als je, als, je, als je een zender hebt, dan kun je, vind ik, veel beter in het moment zijn. En daar vind ik het interessant. Iemand moet in de problemen zitten. Comedy is a man in trouble. Mm -hmm. En die praat over zijn problemen. En van, ah oh man. En, ik ge... en als je een microfoon in je hand hebt, dan is het voor mij heel erg. Oké, okay, ik heb problemen gehad. En daar ga ik nu even lekker over vertellen. En, okay. en, en die praat ik in mijn, in, mijn, in mijn microfoon. Dat is wel grappig. Zo. En ik vind dat ja. een totaal andere dramatische situatie. Oké. Okay. En ik vind dat sommige mensen heel goed staan. Ook. Mm -hmm. Sommige mensen kunnen dat heel goed. Ik vind een Jan Jaap kan het heel goed. Ronald Goedemond kan het heel goed. Patrick Laurij, die kunnen heel goed zo met zo'n ding staan. Mm -hmm. En ik doe het altijd wel in de comedyclubs. Maar ja. ik, mis, ik mis dan toch ook mijn, mijn hele lijf en, en ja. uh, ik, ja, mijn expressie, mijn totale expressie. En, en het is inderdaad het, het dramatische moment, wat voor mij anders is. Mm. He, het wordt dan snel anekdotisch met een microfoon. Dan ga je ja. vertellen wat je is overkomen. Oh. Zo, zonder microfoon kun je vertellen wat er nu aan de hand is. Dat is wel grappig gezien. Ik heb, ik heb dat helemaal niet, want ik, ik, ik speel altijd met een handheld. Hè. Dat is voor mij ook zo. Ja, voor mij is dat ook comedy. Hmm. Ik heb ook heel hard zo dat. Ik hou ook enorm van dat, van dat moment. Hè, zoals Jerry Seinfeld het zo mooi zegt in die film Comedian: dat je de mic in de stand hebt en je clear de mic. Zo, oké, okay, yeah. we zijn vertrokken. Yeah. En, en voor mij, ik, ik, ik heb niet het gevoel. Dat, ik dan, dat dat dan anekdotisch wordt bij mij. Mm. Ik, ik hou heel erg van die houding. Dat is een beetje een sigaret of zo. Dat yes. is zo'n soort. Je meet je eigen, een, een een... Niet dat dat een houvast is, maar dat is wel een, een, een soort wapen al benaderd ja. bij mij. Ja. Ik bezien dat meer als een pistool dat ik in mijn hand heb. Dat ik van zeg: ik, ik, ik kon even. Zo, deze is waar daar alles uit gaat vliegen. Dat ja. jullie wel of niet leuk gaan vinden. Ja. Zo, dus, dus ja, ik, ik, ik vind het wel een interessante filosofie van, van te zeggen: ja, je hebt je hebt die zin erin gezin je je vrij. Want ik heb mij ook wel afgevraagd hoe dat is. Hè. Soms denk ik, misschien moet ik dat ook eens doen. Ja, je moet het zeker maar ik eens heb, doen. Maar ik heb soms het gevoel van, ah, fuck, dan neem ik dat in de hand. Waar ik van denk, wat moet ik hier nu mee gaan aanvangen. Ja, zo. nooit in je broek, hè, nooit in nee, je broek mee gaan. Nee, nee, dat nee. is altijd een slecht idee. Ik heb het ja. een paar keer uh, mm. is dat bij mij daar op stuk gelopen ook. <laughs> Optreders. <laughs> Hoezo? Maar je, maar je moet het sowieso proberen, ja, vind ik. Als ja. je gaat try-outen en proberen, je, je, je zal er toch wel weer iets ontdekken. Wat, van... Dat misschien wel, ja. Is misschien wel iets voor een uh, toekomstig idee. Ik doe ook wel heel veel dingen met mijn stem en zo. En dat kunnen we met een microfoon veel waar. beter doen ja. dan met, met een ja. zender. Dat ja. is wel hetgeen dat ik daar ook heel hard om mis. Want ik hou ook van die power van de microfoon. Mm. Die sound. Dat so yeah. rock and roll, dat dat yeah, eigenlijk is. Dat is het voordeel. Dat ja, was het bij mij altijd heel hard. Ik heb altijd zo so de houding gehad van comedy is voor mij ook rock and roll. Dat is een concert. Dat mm. vond ik zo'n mooie titel: Richard Pryor in Concert. Dat je dacht: ja, da. So, Niet nie dat nie da duffe theatrale, maar mm. dat da in your face. En speel jij met, uh, met monitors ook? En dan gaan we heel technisch. Uh, niet altijd, nemen. niet altijd. De, uh, als de zaal heel groot is, wel. Want dan heb je soms de neiging om zo van die galm te gaan krijgen. Of van die rare dingen, waardoor dat het leuker is om jezelf toch wel wat droger te kunnen horen. Hmm. Maar als ik in een gewone. Ik bedoel, de, de gemiddelde zaal hier in België is bijvoorbeeld. Hè, in Nederland hebben we zo heel veel theaters. Die zo'n onderverdeling hebben tussen de grote zaal, Midden de middenzaal Groot, en de kleine ja. zaal, bij ons zijn de meeste zalen, de middenzaal. Ja. En ik heb een paar grote bakken, in, meestal in de grote steden. En voor de rest zijn dat allemaal middenzaaltjes. Hè. Ja. Dus daar is dat niet nodig. Daar nee. hoef ik niet meer een monitor. Dan wordt dat al bijna zo'n beetje command, man, doe normaal. Ja. <laughs> zo dat gevoel. Toen jij begon, en dan vraag ik mij ook even, wie, wie waren uw grote inspiraties eigenlijk? Waar is het bij u eigenlijk allemaal begonnen? Freek de jongen. Mm -hmm. Ik, uh, toen was ik echt nog jong. Toen was ik denk ik dertien of zo, veertien misschien net dertien denk ik eerder. En toen ging ik. Uh, wij waren niet zo'n cultuurminnend gezin. We hadden geen, uh, nou, we hadden geen platen van een van Nederlands hoop was dat toen nog. Ja. En toen was ik bij de buren aan het oppassen op de, op de kinderen. En toen zette ik een plaat op en toen hoorde ik hem praten. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, dat wil ik ook. Terwijl ik was nog veel te jong om te snappen waar hij het precies over had en waar het over ging. En, maar toen was het de eerste keer dat ik dacht van, oh ja, dat kun je ook beroepshalve doen. Mm -hmm. um, maar daarvoor vond ik uh, André van Duin ook geweldig. Op de lagere school vond ik dat super grappig. Ik had eigenlijk niet zo'n smaak, geloof ik. Toen ik op de lagere school zat, vond ik alles wat grappig <laughs> bedoeld was, vond ik grappig. Mm. De Mounties en alles en iedereen. Ja. Vond, ik, vond, ik, vond ik leuk, maar. Maar, freak is, is wel een trigger uh, geweest, ja. ja. En ook zijn, zijn een vorm van, uh, van spelen erna. Hij, want hij heeft eigenlijk. Hij is zo zeker een van die eerste die zo. een bijna theatrale structuur heeft gebracht. in een humorvoorstelling. Ja. Hè? Zeker, ja. Degene en, die, die eigenlijk een beetje. zei van het heeft een, een begin, een midden en een einde. En het ja. gaat ergens naartoe. Ja. Of Bingdorf door fout in? waren er nog andere mensen die dat ook. Nee, wilden. hij heeft dat zeker als solo ja. cabaretje als, als, eerste, als eerste gedaan met de, de komiek. De, de, dat was de eerste show die de opzet had van een. Uh, van een toneelstuk. Mm. Uh, nee, in eerste instantie vond ik vooral al. Juist, ik vond juist. er zaten soms ook van die stand-up-momentjes bij. dat hij echt van die grap achter elkaar mm. schoot. En dat vond, ik, dat vond ik juist zo tof ja. aan hem. Ja. En ik zat toevallig laatst met. Uh, uh, want ik ben wel iemand, ik zit daar een beetje tussenin. Want uh, ik heb, uh, uh, dat zei da Daniel Arends, zal ik mee te kletsen, een Nederlandse comedian. Mm -hmm. En die zei ook van ja, hij zei, ja, dat is ook bij mij. Als je bij mij een stukje eruit haalt, dan wordt het een heel raar programma. Ik, ik heb wel echt een, een, van, een, een, een van A tot Z. Mm -hmm programma. En vind jij je... dat ook heel moeilijk als je aan toeren bent met een show bijvoorbeeld, en je wordt dan zo eens gevraagd voor een benefit of iets, dat je dan zegt, ik zal het wel doen, en ineens moet jij terug een set van een half uur of zo gaan spelen. Ja, dat zou wel, ja, ik vind benefiet wel altijd heel, heel slecht betalen. <laughs> ik, heb, ik, ik doe dat weinig. <laughs> maar dat... dat, oh, dat, dat je is... ziet ook nooit wat het oplevert, ook niet eigenlijk, <laughs> nee. hè. Zo jarenlang ja. benefieten gedaan voor kanker. En daar lossen ze maar niet op. En nee. man, dat ik echt denk: oh, come on, what the fuck. Ik heb zo, ja. ik heb zo ooit geweten dat Gaan een benefiet voor iemand deed. Ja. En dat die personen, we kunnen echt geen namen zeggen. achteraf in een backstage stonden. En die begonnen zo uit te leggen waar dat geld voor gebruikt werd. En ik was heel hele tijd om te denken: stop. Stop, je gewoon weg. Ja. Dat, dat werd, dat werd, het was net nog niet. We hebben onze living geschilderd, maar het was. Een... Ja, ja. ja dat, dat, waren zo, dat waren zo mensen, inderdaad, waar je zo van voelde. Jongen, die hebben eigenlijk best wel veel ja. geld. Dat, dat, dat kreeg zoiets heel, heel. Dat ik dacht: uh, shit, ik, ik, ik heb me echt laten vangen ja. hier. Zo. Ik heb een keer een benefit meegedaan en dat was voor, voor Tibet. Mm -hmm en er waren ook van die tibetaanse monniken die ook voor mij of na mij iets deden en ik wilde soundcheck en zo en ik heb nog nooit zulke onsympathieke mensen ontmoet als die tibetaanse monniken ik dacht ook meteen fuck you fuck you ja heel heel arrogant en vervelend en niet coöperatief ja, hele vervelende mensen ja ja man niet moeilijk dat de Chinezen die al jaren willen kapot maken. Ja, ik snap het wel, man. Ja. Maar uh, ja, een half uurtje zou nog net wel kunnen, ja. Maar ja. Dan, ja, de impact is dan helemaal anders. Ja, ik vind dat heel moeilijk dan. Om zo terug, terug te schakelen naar. Ah oh ja, ik moet even een korte set gaan spelen. Ik heb zo'n tijdje gedaan en dan heb ik gewoon gezegd. Oh, mijn nieuwe show begint met zo'n half uur echt nonsens. dat ik echt zo binnenval hmm. in wat ik eigenlijk wil zeggen. En dan dacht ik, god, dan doe ik dat gewoon. Dan maakt het ook niet uit. Je hoeft ook niet ergens naartoe. Je kunt ook na je laatste harde grap zeggen, dank u. En je zet er af, hè. Ja, ik vind ook... Maar dat vind ik ook wel de schoonheid van humor. Alleen al het feit dat iets om te lachen is, heeft ook al heel veel waarde, vind ik. Dat is ook helemaal goed. Daar maak ik ook wel geen... Uh, geen onderscheid in. Ik vind het ene ook niet hoger dan het andere. Nee, absoluut niet. Want je sprak ook er straks over mensen als Bill Hicks en Lenny Bruce en, en mensen als George Carlin, dat soort dingen. Zijn dat inspiraties geworden later? Ga je die later leren kennen? Ja, of? Bill Hicks wel, ja. 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 Lenny Bruce, dat is, dat is ook de tijd gebonden of zo. Dat, dat kan ik niet helemaal vatten, nee, toch, wat de... hij daar staat te doen. Nee. Ik, ik snap dat het een legende is en ik, ik vind die film ook echt heel mooi met mm. Dustin Hoffman in ja. de hoofdrol en ik heb wel dingen geluisterd, maar ja, je komt dat, ik kom daar in ieder geval niet helemaal bij. Nee, ik heb ook zo'n plaat gekregen toen. Van, uh, dat was toen ik um, het Leids won. Dan werkte ik nog in de Vlaamse opera. En ik kreeg toen zo'n plaat van mijn toenmalige baas. Net zo'n plaat van uh, Live at Carnegie Hall. zo Lenny Bruce, zo'n vinylplaat ik heb het toen ook opgezet en ik moest ook toegeven van ja, je gebruikt ook heel veel hippe taal uit de jaren 60. Yeah, yeah. Hè, dat ook verloren gegaan is in de tijd, waardoor dat je zo de helft van de tijd denkt. Ah. Yeah. En ja, ik, ik, ik merkte wel dat, dat weinig van die dingen zich nog vertalen naar vandaag. Terwijl yeah. als je bepaalde dingen van George Carlin zie of, yeah, of Richard Hicks, Pryor of yeah. Bill Hicks, is dat totaal yeah. niet. Dat kun je nu nog altijd bezien en zeggen, ja, dit is. Die ja George Kalin ik heb iets tegen George Carlin. Ja. ah waarom waarom weet ik niet het heeft met zijn persoonlijkheid te maken niet met zijn materiaal ik, ik vind ik vind eigenlijk ik vind een eikel ik, ik vind geen ik vind geen leuke man ik wil hem niet graag leuk vinden maar ik moet toegeven dat hij... dat hij zijn vak verstaat en mm -hmm. ik vind een hij heeft een soort iets van een een soort macho ding wat ik wat ik wat ik heel ja? vervelend vind en ook heel ja wat ik bij Bill Hicks helemaal ik vind Bill Hicks echt een van de die hoort bij de beste drie comedians ooit voor mij. Wie zijn, wie zijn de beste drie voor u, als je toch zegt hem. Boe, wie nog? Uh, nee, Richard Pryor hoort daar ook al, zeker bij. Uh, uh, wie vinden je nu heel goed eigenlijk? Als je kijkt naar Amerikanen of mensen uit uh, het buitenland. Wat, wat zijn dingen die je uh, nu uh, fantastisch vindt? Ik vond Pepper Tiger van Bill Burr ja. vond ik echt een fantastische show. Ja. Echt zo goed. Echt ja. heel erg goed. Waar ik vooral jaloers op was, dat is ook die taal natuurlijk, maar dat is zo dat ding waar je naar kijkt en je denkt: ah oh man, hier heb ik echt tien minuten over en dat zegt hij in één zin. Ja, ja. So, Dat is echt zo, ah, oh, dat is zo goed wat je hier doet. Ja, Ik vond dat onwaarschijnlijk. dat hij ook niet zo'n. Eigenlijk is hij ook niet zo'n charmante kerel naar te kijken of zo. Hij heeft daar ook, ook wel echt dingen heeft, tegen, ja, vind ik. Ja, mij wel. Maar, die nee, pret ja, ja, dat, dat heeft dat, hij heel dat, hard. Dat, he. Iets, dat, dat wat, heel iets wat George Carlin niet had. He. George nee. Carlin was, 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 er zat een hele grote serieus in die ja. man. Ja, ik vind hem ook een beetje arrogant als he, die George Carlin. Alsof die, alsof hij, alsof hij, ik kan niet zo goed tegen, hij, 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 hij snapt hoe het zit of zo. Ik vind ja, het ook ja, 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 interessanter ja. om altijd toch naar twijfelaars te kijken. Maar dat is toch iets dat je soms ook over je eigen kunt zeggen. Want ik voel dat ook van mezelf soms. Ik denk, ben ik hier nu een arrogante lul dat hier tegen iedereen aan het zeggen is mm. hoe dat het zit. En daarom merk ik ook dat ik altijd genoeg, wat Carlin misschien niet veel deed, was grappen maken over zichzelf. Yeah. Die deed heel weinig dat hem er zelf als een loser uitkwam yeah. in de dingen dat hem zei. Yeah. En dat is misschien waar het zat. Ja, het want, kunnen. Want, want, want ja. je hebt zo één stuk. Ik uh, moet dat maar eens opzoeken. Of ik heb dat ongetwijfeld waarschijnlijk al gezien. Maar dat heet uh, George Carlin on Soft Language. Nee, dat is ook niet op, zoveel op van taal, hem. Je ja. moet dat ja. echt eens zien. Dat, dat doet mij heel hard tot nu denken. Want jij zei ook iemand dat met de Nederlandse taal heel mooie dingen doet. Mm -hmm. En hij doet dat met de Engelse taal. Ja. Hij, hij heeft een heel stuk over het feit dat. Um, dat we nu zo heel veel uit toen toen hij dat aan het opnemen was, eufemistische taal gebruik, yeah. hè? Hij begint eigenlijk met het idee van shell shock, mm -hmm. en dat eindigt met post-traumatic stress disorder, mm -hmm. dat zo niks meer te maken heeft met de human condition. Yeah. Dat vlakt allemaal af. Dat is een van de beste stukken comedy oh, ja, dat ik al ooit ja. in mijn leven gezien Gaan heb. Kijken, Als je daar naar kijkt, dan denkt je, oké, okay, dat is... Dat is Rachmaninoff, piano ja. horen spelen of zo. Dat is echt kijken en denken: ja, deze is een ander niveau. Hij heeft ook iets, dat is gek, want het is wel leuk om over te praten. Want hij heeft ook iets in zijn spraak wat ik irritant vind. Hij heeft ook een soort <laughs> slisje en zo. Ja. En wat me, uiteindelijk, als ik het dan, ik heb het nog nooit. Ik vind eigenlijk dat hij een ander. Want het heeft wel met, met die status te maken die hij zichzelf aanmeet. Dat het ergens is die ook een, de interessantste mensen om naar te kijken. Dat geldt voor acteurs en ook voor cabaretiers en comedians en toch. Vind ik de beautiful losers mm -hmm. en hij is toch iets te veel voor mij, een ugly winner. Hij, uh, <laughs> ja, hij, je moet, dat, je moet dat deel van jezelf toch omarmen en dat moet je uitventen. En ik denk mm -hmm. dat hij echt deep down weet, ik veel, ik zit daar ook een beetje als een te lullen, maar mm -hmm. uh, iets hij, hij zit met een frustratie en met een iets, een iets, iets minderwaardigs. wat we allemaal hebben. daar is helemaal mm -hmm. niks mis mee. En dat zit hij te verbergen. En ah, hij ja. zit daar macho over te doen. Okay. Terwijl je moet dat volgens mij juist communiceren. Ik denk dat dat uh, het is wat mij irriteert. Ik ja. <laughs> <laughs> bedoel, uh, Dave Chappelle vind ik natuurlijk ook geweldig. Ja. En die is ook onwaarschijnlijk charismatisch. En die heeft dat gek genoeg. met al zijn charisma. en zijn mooie. Uh, en zijn grote sterke lijf is, is toch ook handel uh, en die is ook ook kwetsbaar mm. en ook ja, daar kijk ik dan toch wel heel graag naar. Dat zijn de dat, dat is ook dat is ook die man is ook letterlijk een klein beetje gelijk. Jij ook, vind ik. Als ik als ik zo oudere voorstellingen van u zag, hè, de oudste die ik van u gezien heb, is denk ik Ruwe Pit. Ja. En jij zei ook voor mij dan persoonlijk, want dat is voor u waarschijnlijk helemaal niet omdat jij zo'n natuurlijke evolutie doorgaat die voor u logisch is. Maar toen ik dat zag, ik, zag, ik zie twee verschillende komiekens: de, de komiek die erna teruggekomen mm -hmm. is, met functioneel naakt, ja. is een andere gast voor mij. Ja, is ook wel. En dat is een klein beetje met Dave Chappelle, met zijn nieuwe Dave Chappelle en oude Dave Chappelle. Ja. En wat dat al enorm veel uitmaakt voor mij, is de, die doorrookte stem die hij nu ja. heeft. Ik geef een Houston Takel like aannijd die net zo'n ja. heel, heel nasaal. Ja en uh, heel mager. En nu is dat zo'n ja. een, een, een uitgezette beer. Die zo, hoe, die zo die enorm mooie spreekstem ook heeft, waar je van voelt. Ja, zit, dat is iemand geworden, maar ook heel zijn houding op een podium. Die heeft gravitas nu. Maar ik vind het ondraaglijk wat hij doet, als we het over details hebben, wat hij doet mm -hmm. met zijn microfoon. dat oh, dat op zijn been slaan, dat, ja. dat, dat vind ik is bloedirritant. Ja? Ja, ik, dat is een, een tikje, dat is een dingetje ah. dat je ook een, een truc eigenlijk. Dat ja. is iets waar je van voelt, van hij zegt iets. En, maar geloof ja. ja, ik weet geloof het, het niet. Ik geloof hem de hele nee. tijd. En als hij ja. dat doet, denk ik, ah wat man. Dan ja. zit man, nou alsof hij zelf ik... heel erg, uh, alsof hij, <laughs> zelf allemaal voor de eerste keer. Hoort. Ik ja. vond wel zo met die laatste show zo, vond ik wel Paper Tiger van Bill Burr veel natuurlijker overkomen dan die laatste van Dave Chappelle. Ja, vond met, ik wel geforceerd. En Dave ik was een statement. De statement Vooral Bill Burr, dat, dat, zeker dat eerste deel, dat, dat vloeide helemaal. Ja, prachtige ja, ja. show. En bij ja. Dave Chappelle is zoiets, ja, je wilt te veel. Ja, ik ben het met je eens, ja. 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 Maar dat is soms ook wel nodig dat er dan <tomst> geport wordt, dus ik. ik uh, en ik vind ik vind nog steeds ook ook zeker uh, twee drie shows achter elkaar ik, ik jij bent denk ik beter met al die de, maar uh, Louis CK is voor mij ook nog steeds een, o, een, uh, een legende ook ik al heb je gezicht. vorig jaar gezien hè? ik ben gaan kijken in ja. Brussel toen je is komen spelen hè? toen hem begon over dat #MeToo ding hè? want hij opent echt zijn show mee. so how was your year ja ja ja, ja. en dat is ja ik heb wel enorm hard gelachen ja. en en wat is gevoel daarbij eigenlijk als je heel daar dat gedoe met hem hebt meegemaakt. Want yeah. Waar de jij daar tegenover? Ik merkte dat er, eh, wat ik ook gezegd heb toen in een andere podcast, uh, er waren enorm veel comedians aanwezig, maar er was heel weinig te doen op, uh, op Twitter of op Instagram van We zijn bij Louis C.K. Ja, er werd niet, voor, schaamd, niet ja. voor uitgekomen. Oh. Ja. Waar ik heel hard het gevoel had van: Ja, wat doe die hier dan? Ja. Zo. Want, dat, want... Ja, hij heeft natuurlijk. Ja, uh, ik vind het idioot wat er gebeurd is. Hij heeft, hij heeft natuurlijk iets gedaan. Uh, want hij heeft zich, uh, voor de mensen die het niet weten, hij heeft zich afgetrokken met vrouwen op een hotelkamer. En wel mm -hmm. eerst gevraagd vind je het oké okay als ik maar aftrek. Mm -hmm. Maar goed, met zijn status durven die meisjes blijkbaar geen nee te zeggen. En hij heeft dat gedaan. Mm -hmm en dat is uitgekomen. Um, ik, ik vond eigenlijk heel goed hoe hij daar in eerste instantie mee omging. Heel, uh, het leek mij heel oprecht. En zijn ja. excuses aangeboden en. Um, um ja, niks ontkent ook niet. Hij heeft nergens nee, nee, nee. schuld bij iets ik, anders gelegd. Ik vind of? dat hij iets heeft gedaan wat, wat, wat hem. Uh, ja, of dat, nou, want hij is denk ik ook niet bestraft. Maar mm -hmm. ik vind dat dat nou echt iets is wat ook. Uh, er is ook nog zoiets als vergeving. Ja. Ik, 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 ik vergeef het hem. En mm -hmm. uh, ik, ik vind ook dat dat iets is wat, wat vergeven zou moeten worden. En, en, uh, en allemaal iets van leren en weer door. Mm -hmm. Bij sommige dingen is dat niet zo, bij zo'n Weinstein. Of, dat, dat, dat is iets heel anders. Maar, het, het, maar voor het, mij is dit ja. iets wat vergeven moet worden. Dat is en, waar, en, ja. en, dan weer, en dan weer door. En, en, um... Maar dat is ook het gevaar dat je een klein beetje krijgt als je, als je heel dat trial by media gegeven krijgt. Hè. Je krijgt zo heel veel mensen die ook zelfs Harvey Weinstein. Want daar zal nu wel van alles mee missen. Dat is ook iets dat al jarenlang de ronde ging vooraleer dat het uitkwam. En je, dat is nu een strafrechtelijke, dat is ja. een rechtszaak. En, ja. en dat gaat ook binnenkort om vonnis vallen. En we zijn er ook vrij zeker van dat hem schuldig gaat bevonden worden van bepaalde dingen. Ja. Zoals dat dat ook bij Bill Cosby was. Maar voordat je daar zei, voordat we geraakt zijn aan, aan de, de gerechtelijke uitspraak... ...zijn die mensen eigenlijk al verbrand gedaan en veroordeeld. Ja. En het is al voorbij eigenlijk. Hè? Zeker. Maar ja, het zijn we allemaal verschillende dingen. Zo ja. veel kost, ik geloof ook wel dat hij verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Ja, ja, ja. Man. En dan ook maar... Uh, ja, dan moet je ook op de blaren zitten. Dat is da wel, een beetje maar, maar, maar waar denkt u denk dat het... Vanaf wanneer moet dat beginnen? Ik zal het zo ja. zeggen. Het begint dat vanaf dat het, het vonnis gevallen is... ...en zet het dan in de krant en zegt dat dat is gebeurd... Nu moet je hem veroordelen, want Damn. hij is ook veroordeeld. Of je zet iets in de krant. We hadden bijvoorbeeld zo'n een, een, uh, een situatie met een Belgische acteur, hè, die zo wat op kinderporno-sites zat, en die net zo wat dingen, wat foto's genomen en verspreid. En, en de, die zat ook in zo'n chatroom met een professor aan de universiteit. Maar dat was professor B uit A, en de naam van de acteur met de foto ernaast. Ja. En dan dacht ik ook van, maar moet dat dan ook niet gewoon een, act, een Belgisch acteur zijn ja. totdat hem veroordeeld ja, is? Tuin, en dan, hij wel. is veroordeeld, dus nu mag iedereen het ook weten, en fuck him. Maar tot het zover was, vond ik dat wel heel oneerlijk. had Ik wel wel een gevoel van, oh ja oké, okay, als, je, als je een celebrity bent, dan all bets are off, maar al de rest moet beschermd worden in zijn privacy op dat soort vlakken. Ja, dat klopt niet. Mm -hmm. Ja, het heeft, soms, het heeft voordelen. Soms om een bekende bellig te zijn en soms ook nadelen. Ja, ja. dat is ook wel waar. Ja. ja, man. Iets helemaal anders. Uh, een van mijn lievelingsboeken als kind. Dat uh, was Minou's Ja. Yeah. <laughs> en uh, jo, dat is waarschijnlijk ook een leeftijdsding. En uh, jo, ik vond de film ook heel leuk. Toen had je beslist om aan dat project mee te werken. Was het op basis van dat je dat een boek... Want je bent iets ouder, uiteraard, als, als mij ook en als, als Alex. Of was dat... Had er ook een liefde met die een boek? Nee, ik had het boek nog niet gelezen. Ja. toen ik voor de, voor de auditie heb ik wel het boek gelezen. En, maar nee, ik kende het niet als kind. Nee. Dat was met Caries van Houten ook, hè? Die dat ja. daarin zat. Ja, dat toen ja. nog relatief onbekende. Ja. Carice van Houten en die zit nu in Hollywood en nee, ik zit bij, bij Alex niet. <laughs> ja, dat is gewoon de realiteit. Dat is de realiteit, mensen. Ja, dat is wel een hele goed beluisterde podcast in deze uh, Theo. Uh, hallo. Nee, ik ben ook blij dat ik hier ben. Ik, ik klaag niet. Ik, ik schets gewoon... domme met dat Hoe Ik schets, schets dan gewoon een, een situatie. Ik, ik ben blij dat ik hier ben. En gratis drinken en... Uh, hoe oh, was dat voor u eigenlijk om zo Karis te zien? te see her take off. Ja, als ik ja. het leuk vind, ik spreek er nooit. Maar uh, ja. uh, het is er van harte, harte ja. gegund. Maar ja. ik denk ook, ja, God, een klein rolletje in Games of Thrones. Is dat zo ingewikkeld om te regelen voor mij? Mm -hmm. hè, met mijn postuur, met mijn uiterlijk. Jij ja, okay, zou ook... direct een goede wildling geweest zijn. Uh, dat is dat geen enkel probleem. Dat geweest, bedoel hè? ik. Ja, inderdaad. Maar ik gun het er van harte. Ja. <laughs> oh. Ja, acteren eigenlijk. Want dat is ook zoiets. Je hebt zo een aantal keren uw, 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 uh, uw theatercarrière zelfs even onderbroken. Mm. Om te zeggen, ik ga mij nu mee acteren bezighouden. Hoe was dat voor u? Want dat is toch een totaal andere discipline. Zeker. Maar dat is wel een fijne afwisseling, vind ik. Omdat ja. als je solo op het podium bent, je gewoon alle verantwoordelijkheid hebt. En uh, het is lekker om in een film te spelen en je teksten te leren en. Uh, mm. Dat iemand anders het maar een keer moet dragen. het ja. gewicht. Dus ik, ik vind het. En ik vind het ook. Uh, uh, en het is ook weer leerzaam. Het is interessant. Is dat ook. niet moeilijk? Wat om het acteren? Nee, ja, je moet er wel een beetje aanleg voor hebben. Maar mm -hmm. ik vind het. Uh, uh, mm, nou ja, ik, ik heb er ook wel. Een, eigenlijk een opleiding voor gedaan. Ook. Ik, ben, uh, ik heb vier jaar op een theateropleiding gezeten. Mm. In Eindhoven was dat. Hè? In Eindhoven. Ja. En uh, ik heb. Uh, ik, ja, dat was een soort drama docentopleiding opleiding maar ook wel met een acteurspecialisatie-richting. Ik ben daar eigenlijk toe opgeleid. Mm -hmm. En um, ja, je moet, je moet er wel aandacht voor hebben. En dan, dan is het even wennen op zo'n filmset. En dan... Nee, moeilijk. Nee, ik zou het niet moeilijk noemen. Nee. Nou, dat lijkt mij gewoon zo heb jij heb... het nooit gedaan ik heb alleen stemacteren gedaan zo in tekenfilms ik heb al heel veel zo dat soort dingen gedaan maar ja, word, je, dat nooit, is, dat word is... je nooit gevraagd of zeg je, zeg je altijd nee oh, oh, kijk ik, maar eerlijk zeg kijk maar ik ben vaak niet gevraagd en op de <laughs> dingen waar ik voor gevraagd ben heb ik nee op ja, gezegd kijk. Dus het is, het is een klein beetje. Ik zit altijd wel. Ik heb het ook een paar keer laten vallen. Hè, um, van nu weer. Als, als ik En nu weer. Dank u Theo. Ik wou het niet zeggen, maar dan beginde jij er Vraag weer. Ja, die jongen een keer, jongen. God, ja, ja, ja. Zo, game, Tom, zo man. game of Thrones nu. Ja, ja zo. Ja. zo, zo, zo de, nie, de prequel dan. Want het is. Uh, daar ben ik nou net te laat voor. Nee. Caris belde. Caris, zeg, jij kent een Theo toch? Uh, ik had dat niet geregeld. Had ik had een baard wel groeien. Een beetje klein wel, maar. Uh, Nee, ik weet het niet. Ik, 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 het, het, het spreekt mij wel aan, omdat ik ook wel eens zin heb. Ik, ik, heb ik, ik ken wel een aantal regisseurs hier natuurlijk, en we hebben ook al met elkaar gepraat. En dan zeg ik ook: van, oh man, geeft mij gewoon zo'n rol van tien minuten dat ik zo een of andere gigantische eikel moet spelen. Zo, zeker niet mezelf of als comedian, maar als een of andere gemene lul of, of iemand. Zoiets waar ik van kan zeggen: hier kan ik eens even inkruipen. En dat, dat lijkt mij wel leuk. Ik ben mm -hmm. wel eens benieuwd naar de ervaring. Wat ja. dat dan moet zijn. Omdat dat ook zo, als je een, een podium opstapt en je begint te spelen, dan ja, je weet hoe dat, hoe dat gaat. Je hebt je, je klein ritueeltje voor dat je op je gaat het podium op, boem, je doet je ding. En dat is gedaan. Maar daar is dat zo bij zitten, wachten. En dan nu is het zo. Ja, oké, okay, uh, uw vader is dood. Go. Ja. Zo, en dat lijkt mij enorm. Zot om die switch te moeten maken en te zeggen: Ik moet nu ineens helemaal in dat personage gaan kruipen. Ja, maar ja, doe de jij daar nee, iets voor? Ja, of, het of lijkt nee, niet. ik ben niet een acteur. Je, die je een heel goed kan transformeren. En wat je op het podium doet, dat is ook acteren. Mm -hmm. je, ben, je bent aan het reproduceren. Je, doet, uh, je, je probeert er elke keer opnieuw leven mm, in te bouwen. Bij blazen. mij is elke avond iets totaal anders. Nee, dat is niet waar. <laughs> dat is niet waar. Je hebt je, je, je tekst en je reproduceert en dat is helemaal alleen... niet waar. Wij hey, verzinnen hey. dat er plekken, Theo. Wat voor, wat voor, wat voor, wat voor illusies uh. zit jij hier? Kan je ja, dat dan, moet we dan eerlijk, eerlijk toegeven? <laughs> dit is ook allemaal uitgeschreven. Ja, Deze, dat is ook, ook waard. Al ligt hij hier allemaal naast de stoel op de grond. Dus het, 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 <laughs> lijkt, er, het lijkt er ook wel op. Ja. En het is ook gewoon een, een, een what-if-situatie. Mm -hmm. Zo doe ik het. Probeer me voor te stellen dat, dat ik in die situatie zou zitten. Mm -hmm. Ik, uh, ik las zo'n aantal dingen over u die ik wel heel interessant vond. Dat jij een tijdje, uh, dat is uh, in 2000 was dat, uh, dat jij drie dagen vastgezeten hebt uh, op, het, uh, op de Feroer eilanden ja. Uh, samen met Hans Thewe dan ook nog eens. En je werd opgepakt uh, omwille van een uh, actie tegen jacht, Samen ja, dat, mee, mee, ja. mee, met die, uh, eh, Paul Watson van, van Sea Shepherd. Ja. Hoe zat dat? Waar, hoe zit ja, dat daar terechtgekomen? Wat was dat vooral? Ik weet niet. Of het, volgens mij is het een heel saai verhaal. Je gaat er ook nog in knip of niet? Of gaat, wordt er alles uitgezonden wat ik zeg? Alles wordt uitgezonden. Hoe saaier oh, dat kan zijn, hoe meer dat we het erop zitten, Dus, dus maak even, het boeiend. Vier minuten vooruit scrollen. <laughs> Nee, ja, ik was toen bevriend met Hans Theeuwen. En die had verkeering met Kim van Kooten. En Kim van Kooten zou in een film gaan spelen over die Paul Watson. Ah ja. En als snuffelstage uh, ging zij aan boord. En zij vroeg of Hans meeging. En ik was ook opeens aan boord als vriend mm -hmm. van Hans. Ja. En dat was ook wel interessant, ook om op die boot te zijn. Want die, die man is dan helemaal geobsedeerd door walvissen. Maar tegen mensen was hij erg onaardig ook. Ik denk, oh ja, dat soort, <laughs> ik geloof ook niet in activisten. Dat zijn ook uh, over het algemeen helemaal geen aardige mensen. Mm. En, um, en uiteindelijk gingen we in een bootje. En we mochten niet in een bootje, we mochten niet dat water op. Toen zijn we ingerekend door de... In, door de politie van de Faola-eilanden zaten we drie dagen in een cel mm. en dan was oer-saai. Ja. ja, dat is een verhaal van niks. Nee, er is helemaal nee, geen goed verhaal. Dat, bij klonk, te dat klonk veel indrukwekkender toen ja. ik het las, moet ik zeggen. Ja. ja, dat is vaak. Want ik heb u, ik heb u wel uh, vaker in, in aanraking uh, weten komen met, uh, met ja, niet noodzakelijk het gerecht, maar toch met problemen of controversen, dat is niet de allereerste keer in uw leven. Ik weet dat wij samen ooit op het Amsterdam Comedy Festival stonden met de oh, ja. incident met de camera. Ja. Ja, dat jij zo'n camera de lucht insmeet en dat bleek dan uiteindelijk... Dat bleek zo geen eerder... wegwerpkamer nee. te zijn. <laughs> ja. Ja, hoe... Heb jij ja soms het gevoel van, hoe kom ik toch, ook altijd in die situatie is terecht? Ja, ik voel dat het nu ook weer, dat ik heel weer dicht bij zo'n punt zit. Kan nu dadelijk ook hier helemaal uit de hand lopen. <laughs> nee, ja, uh, ik, weet het. ik weet niet precies hoe dat komt. Ja, toen, ja, toen wist ik wel precies hoe het kwam. Mm -hmm. Ja, ik ben wel een, soms ben ik ook wel een fanaticus. En ik, ik doe er veel voor om... Uh, mijn programma's zo goed mogelijk te maken en mijn optreden zo goed mogelijk te maken. En als er factoren zijn die dat proberen te verneuken, of waarvan ik denk dat ze dat proberen te verneuken, dan kan mm -hmm. ik wel heel erg, uh, ja, kan razend worden. Ja. Want jij wordt boos, hè? Ik vind, uh, ik vind dat wel, soms ook heel. Uh, allee, ik, ik. Ik voel u ook soms als jij in in talkshow zit. Hè? Dat was zo'n moment, jij met Patricia Pai, dat vergeet <laughs> ik ook nooit, met je foto's in, in Playboy, denk ik dat dat was. En ik zie u beginnen, en als ik dit verkeerd interpreteer, moeten dat tegen mij zeggen. Maar ik zag u zitten, ik zag u beginnen, en ik zag u bijna denken, ik ben hier een gigantische put voor mijn eigen aan het graven, want ik kan niet stoppen. Zo, was dat een beetje zo? Nee, het was meer dat je soms voelt dat je in een situatie zit dat het de bedoeling is dat het gezellig wordt. Ja. En, en ge, dat was het echt nee, niet, hè? He? Dat ik, was het echt niet. Ja, en dan voel ik dat, dat wordt een soort dwangbuis. Ik denk, oh, ja. het moet nou gezellig worden. Ja, fuck, het moet helemaal niet gezellig worden. Waarom moet het nou gezellig worden? Ja. En dan ben ik dan geneigd om een andere afslag te nemen. Van, uh, het hoeft helemaal niet gezellig te worden. Let, let maar eens op. Ja. En dan, en dan zo. En had jij en, niet, was, was er niet een moment wat ik denk, uh, misschien, uh, dus, dus er zit... Sowieso, als je doet wat wij doen, iets rebels in je. Hè? De neiging om mm. iets te gaan zeggen. Dat, maar aan de andere kant, balanceerde ook heel hard tussen dat geliefd willen zijn. Hè? Je mm. wilt dat mensen van je houden. En op dat moment zat er een Theo aan tafel die je niet zo heel sympathiek overkwam ja, bij ja, veel ja, mensen. Ja. Was dat iets dat jij je u aantrok achteraf, dat je dacht: nee. Oh, nee. Ja, maar ik zat ook niet. <laughs> dat is kaagoeie antwoord. <laughs> nu. Nee, maar het is ook grappig, want er gebeurt vervolgens gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Daarna mm -hmm. is zo'n talkshow afgelopen, toen wilde ik nog even een biertje drinken met Patricia, maar die had er niet zo'n behoefte aan. <laughs> en dan ga ik naar huis. Om, om even duidelijk te maken, voor mensen die het <laughs> niet gezien hebben, het waren naaktfoto's van Patricia Pai in de Playboy, waarop dat jij zei uh, allee, het kwam een beetje neer op je een soort aandacht junkie, waarom in godsnaam doe jij dat nog op uw leeftijd? En dan werd er ook op een bepaald moment gezegd, ja, vind je dan geen mooie foto's? <laughs> waarop dat jij zei, ik heb wel zo'n vriend die en niet heeft met necrofilie, dus dat is daar misschien wel iets. Ja, zoiets. Wat ik wel, hè, ja, ik moest er heel hard om lachen, maar ik voelde ook wel de sfeer daar in de, in ja. de ik voelde ja. wel van: dit is eigenlijk niet leuk op het moment dat het aan het gebeuren ja. is. Ja. Zo, dat is vooral achteraf een heel cool verhaal, maar op het moment dat je daar zit, nee. is het niet gezellig. Nee. En, en, dan, wat ik mooi vond wel, was dat hem. Dat hem dat, hè, was ook mijn, wie was dat? Matthijs van Nieuweke? Ja. Die meteen een, een verontschuldiging van ja. u eiste. En ja. jij zei: Kom op, hè, ja. fuck you. Nee. Ja. En je hebt het ook nooit gedaan. Nee. Je hebt je ook nooit verontschuldigd ervoor. En op zich vind ik dat wel cool, want het was ook een echt moment, had ik het gevoel. Of was dat niet? Ja, zeker wel. Ja. ja. ja hoe, Want waar ja, was het, waar, waarom was het zo moeilijk met die foto's? Waarom maakte jij die klik in uw kop op, niet, op? Dat de moment? maakte helemaal niet uit. Het was alleen, ja, god, moet ik het allemaal uit gaan leggen? Dat, dat en, is toch dat is niet erg? Dat is toch cool? Nee, maar het was veel meer. Kijk, van tevoren bij zo'n talkshow, dan zit je allemaal met z'n allen ergens en dan drink je wat. En, en dan komt het kom en dan ja, je geeft een hand, je stelt je voor en uh, je maakt een babbeltje. En ik was met een. Een zwakbegaafde vriend van mij was ik daar. Mm -hmm. Omdat een andere vriend van mij een boek over hem had geschreven. En die man die was helemaal die, die was helemaal onder de indruk van alles. En die zag allemaal bekende mensen. En, en die Patricia Pai, die deed zo onaardig tegen hem. Of die negeerde hem volledig. En ja. Ik dacht, wat, een, wat, een, wat naar, naar iemand? Doe, doe ze aardig. Te. Dus ik was gewoon kwaad. Ik was gewoon kwaad op haar. Dat ze niet aardig deed tegen die ja. zwak vriend van mij. Ja. En toen ging ik daar zitten. Toen, ja, toen dacht ik ook, fuck van uh, kutfoto's. Ja, yeah. ja, ja. Alleen <laughs> mensen hebben natuurlijk niet gezien dat zij onaardig deed tegen die zwakbegaafde vriend. Maar wel dat ik dat dan zeg. Maar heb jij dat ooit ergens verteld, dat vooral? Want dat, dat geeft er wel een hele andere dimensie aan. Ja, als we eerlijk zijn, dan ja. begrijp ik ook wel waarom ja. dat je zo reageert. Ja. Want dat is dan uiteraard natuurlijk... Ja, misschien kun je op dat moment zeggen... Beetje onprofessioneel als je het zo moet bekijken. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... Hey, het is eerlijk. Hè? Go fuck ja. yourself. Ja. Als je in de backstage niet tof tegen mij kunt zijn, moet het daar ook niet zijn als ja. de camera erop zit. Nou ja, zo is dat, 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 dat mm -hmm. triggerde dat bij mij. En, uh, en vervolgens daarna gebeurt er van alles met, op, op Twitter en internet. Maar ik, zit, ik zat daar helemaal niet op. Dus ik, ik, heb, ik heb daar verder nooit iets over gelezen. Behalve dat iemand me opbelde. Wat een gedoe, hè? heb je er geen last van? Ik zei, even, kijken, ik weet helemaal niet. Ik zat gewoon in Eindhoven en uh, mm -hmm. het was verder niet, niet zoveel aan de hand. Je vertelde straks, toen je uh, op de boot zat, hè, dat onwaarschijnlijk saai verhaal dat we er echt konden knippen, want dat ja. sloeg nergens op, uh, <laughs> dat, uh, dat jij ermee aan het steven zat. Hè? De, de, jullie zijn een beetje, toch zeker van uw generatie, de grote twee, denk ik. Ik denk ook zeker in, in België zijn jullie allebei onwaarschijnlijk populair. Hè? En ze, ze, hoe, hoe is jullie relatie? Zet, is, komen jullie wat overheen? Nee, ja, we zien elkaar niet meer zo veel. Oké. Okay. Nee. Nee. Ah, nee. Ja. Ik snap dat je, je, je hebt geen zin hebt om daarover te praten. Uh, hoeft nee, ook ja, niet. Nee, zo. hoeft er helemaal niet over te zeggen. Ja, ja. Uh, ja. Ik zie heel veel mensen niet zoveel. Ja. Mm -hmm. ja dus, dus helemaal, nee, maar het is dus ook helemaal oké. Okay. Dus, ja. uh, maar was er een, een periode toen jullie allebei hè, super populair waren, zeker in het begin? Jullie zijn zo de stratosfeer ingegaan met twee op een hele korte tijd. Was er een soort uh, gezonde competitie tussen jullie? Dat gevoel van ja. wij, wij tillen elkaar naar een hoger niveau? Of we. We voelen dat er. Want er werd altijd. En je hebt ook in uw show al een aantal. Je We hebt vaak in één dat, een adem Ja, in één adem ja, ja en ook jam. zeker uw grap over dat kankerpatiëntje. Ja, dat ja, je ja, zegt: ja, Nee, het was gebeurt, toch Hans ja, Tewen, ja. He, ja. Maar dat, is dat echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd? True ja, story. Ja, true story. <laughs> het is mega grappig. Ja. Het was het, iets anders. Maar het was ja. een piano. Maar ja, ja, ja. Ja, de, de setting was iets anders. Maar het was precies iemand die teleurgesteld was. Omdat, omdat jij niet Hans ja, het was. Het was eigenlijk nog erger. Want het was ook een jongetje wat heel ziek was. Die uh, bijna ging overlijden, en een van zijn laatste wensen was om tegen mij, was het, om mij nog een keertje te zien. En dat was en ja, daar kon ik natuurlijk geen nee tegen zeggen. En, en ik zou dan in een pianowinkel daar had ik eigenlijk al moeten denken: van piano, ik speel helemaal geen piano. Ja, 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 ja. Hij zou dan een piano krijgen voor de paar weken dat hij nog zou leven, en hij zou dan die winkel inkomen. En ik was dan piano aan het spelen. ja. En uh, toen had ik eigenlijk al moeten denken van, ik speel helemaal geen piano. Ja. En die jongen, die bedoelde Hans, Hans Steeuwen. Ja. ja. Ja, dus het is wel echt gebeurd. Want je ge, ge, ge merkt vaak, allee, dat zie je hier in België bijvoorbeeld ook, als je wat eh, mensen hebt die zo op eenzelfde niveau populair worden, dat je vaak in, in de media van die vergelijkingen met elkaar krijgt. Hè, dat zo, ja, Hans en ik zo... zijn zo verschillend in ja. wat we doen. Het, het kan bijna niet verder uit elkaar liggen. Nee. Dus daarin. daarin ja. En Hans mm -hmm. ging nog wel veel harder hoor in het begin. Die was, ja. die was, die was eigenlijk nog veel populairder. Ik, ik, uh, ik ging een beetje in de, in de slipstream, ging, ging ik mee. Ja. bij u heeft dat. Ja, inderdaad. Dat is, bij, voor ons gevoel, omdat wij zijn eigenlijk, of toch veel van ons, dat ik weet, zijn zo wat mee aan boord gestapt vanaf zowel, ofwel ruwe pit ofwel mm -hmm. um, functioneel naakt. Dat ja. waren zo de, de periodes dat je. Dat je van, nou oh ja, nu, nu, begint u, nu begin jij ook echt zo ja. groot te worden en ja. zalen ja. vol te krijgen en zo. Ik heb geen idee van hoe, de, hoe in België nou die hele hiërarchie... Ja, ik weet dat jij in enorme hallen, sportpaleizen mm -hmm. speelt. Ben jij de populairste... Comedian van België. Ik denk, ik is samen met Philippe Geubels. Ik oh denk ja, dat Philippe wij de, is natuurlijk ook, ja. Philippe is alleen in Nederland veel populairder. Ja. Uh, ik denk dat ook um, uh, Wim Helsen is ook in Nederland veel groter ja, ja. dan mij. Hè. Die is, speelt er ook veel mee. Ja. Uh, Comufo. Ja, ook al jarenlang. Hè. Maar dat zijn ook allemaal... En nou twintig de... comedians opnoemen die allemaal populairder zijn dan jij in Nederland. Ja, uh, er zijn er wel redelijk wat die populairder ja. zijn dan mij in Nederland. Maar, maar in België, België zijn ja. dat er geen. Nee, nee. dat is... Uh, ja, de... Daar zit ik zowel wel. Daar heb ik eigenlijk in ieder geval zo een, een, zeker een stuk van mezelf opgeëist, dat wel van ja. mij is of ja. zo, waar niemand ooit iets tegenin gaat kunnen brengen. Ja. Maar wie nu de populairste is, ja, nou, dat ja. zal er wat van afhangen, om wie je het vraagt, natuurlijk. Daar heb ik helemaal, uh, helemaal geen idee van. Wat zijn eigenlijk dingen eh, met alles dat jij. Uh, je hebt ook zelf een film geregisseerd, eh, een tijd geleden. ik moet plassen? Ik moet heel erg plassen. Ga jij plassen? Go plassen. Eentje naar beneden. Geen, geen enkel probleem, doe maar kan ik dan wel dit afdoen ook? Of ja, moet nee, dan, nee, die uh... moeten ophouden en we willen wel horen wat ook, dat je allemaal produceert. Gewoon, uh, ik kan ook in een glaasje op doe de, dat anders. Dus dat hebben we nog nooit gedaan. Ja, Zouden jij zoude dat glas vol krijgen? Ja, makkelijk. <laughs> Volgens mij, we, volgens mij hebben we een groter glas. We hebben nog meerdere glazen nodig. Ja, dan? maar of... anders schiet ik die wel. Mee. Ik weet niet of het lukt. Moeten we er ah. een lege fles, ah. fles bij Ja, dat is wel handig. Ja. Een lege ja. fles? Ja, ja, ja lege, lege de. De. Ja. Gewoon gaan, man. Dat hebben we hier ook nog nooit nee, meegemaakt. Ga ga gaan, proberen. gaan, gaan. Dames en heren, de lul van Theo we gaan hij eindelijk hij zien. Hij komt net oh. niet in beeld. Ja, ja nee, nee. nee Houd hem zo net buiten beeld. Hij is wel gigantisch. doen, Alex, stilzin. Maar dat is moeilijk. Wacht. Gaat <laughs> het niet lukken? Nee, Kraapt oh, het terug naar boven? Dit vind ik, dit vind ik heel gênant. Wat oh, dat is ik, wel even, cool. even, even, kan je Kun je iets fluiten of iets even... Yeah. Moeten we regen opzetten oh, of wat ja. water? Ja, ja, komt. Nee, ik kan het niet. Nee, ik, heb... Nee, ik heb het geprobeerd. <laughs> heb het, geprobeerd. Jammer, het gaat soms om de poging toch ook? Dat ja, is dat, toch... Ook wel, dat is ook wel... Dat is wat, uh, wat Dave Chappelle zei met zijn uh, laatste show van uh, I get paid for the attempt. Het yeah, so yeah, is yeah. niet yeah. altijd, I'm like evil knievel. Dat is yeah, eigenlijk yeah. ook een yeah. beetje wat dat is. Ga maar rustig plassen, okay. Theo. Tot zo dadelijk. In de trap, voilà. Theo. In de trap. In de trap. In de trap. Ja, je hebt zo beneden een deur in oh, de trap. Oh, ja, niet ja, in ja, de ja, trap ja, zelf. Je ja, ja. kunt ja. ook proberen, want dat kan allemaal. <laughs> ik was echt aan het hopen dat de fles ging volgeraken. Dat is super cool geweest. Ja. ja, ik kan het niet zien. Gaat een beter zicht, denk ik. Ja, ja ik, had, ik had een zicht, ja. Ja, ja het was. Uh, het was uh... Ik zou dat nou ook niet kunnen, ze. Ik, nee, ik zal zou... zot. Volgens mij is het ook al de houding van te zitten. Ja, dat al zeker. Also, ik, heb, ik heb ook soms momenten, ik weet niet, heb jij dat nooit? Als je zo moet, moet, gaan, moet, moet gaan plassen en er staat iemand naast je, dat niet altijd lukt. Nee, dat heb ik nog niet gehad. Bij mij moet het, als het dringend is, lukken, altijd. Dan is het geen enkel probleem. Maar als ik zo voel dat er zo ene zo in de chamber zit, maar het is nog niet klaar voor af te vuren, dan heb ik wel de neiging om soms ja. ineens naast iemand te staan en te denken: Damn, het gaat het gewoon ga niet, uh, ja, ja. ga niet zo heel goed. Ja. 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 ja ik... Hm. ik denk dat ook een verschil is waar dat je toe. Ja. Als dat nou echt in een openbare ruimte is, is het nog wel iets anders. Maar echt last, nee? nee. Mm -hmm. Weet wat je dat wel hebt, dat is typisch, hè? bijvoorbeeld als je zo doktersonderzoek en je moet een potje vol plassen. Ja, 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 ja. Dat is ook niet altijd zo evident. Nee, nee. Of, of, zo, of, of, of nog erger, dat je zo van die dingen moet doen. Gelijk, ik heb dat ook eens moeten doen eh, toen ik zo'n prostaatontsteking was. Dat je zo, eh, zo eh, sperma moet gaan afleveren. Dat is ook geen cadeau, man. Dat is toch ook Je haalt al de romantiek wel het hele dag gegeven. Als je er zo met een plastic pottekje zit. En denkt. Jezus, ik moet het hier even gewoon doen. Ik heb er totaal geen zin in. Het is uh, 7 uur 's morgens. <laughs> ik moet hier nou wat porno gaan opzetten of zo. Mee, om, om, om erin te komen. En dat, dat was een van de meest onwaarschijnlijk vervelende dingen dat ik ooit heb gedaan, denk ik. Ja, ik heb het ooit ook eens een keer meegemaakt. We ja. zullen dat ooit wel eens in een aflevering in uh, een andere aflevering doen? <laughs> Door <laughs> komen een hele aflevering aan de wijde, dames en heren. Aan ik en de N3, zij moesten spuiten in een potteken. Uh, de houding alleen al was al heel raar. Dat je zo voelt dat het gaat komen en je moet dat potje dan toch nog even pakken. En oh, dat was echt verschrikkelijk. Gruwelijk. Theo komt erbij. Je hebt uh, onwaarschijnlijke ja. dingen gemist. Ah, oh, jammer. We waren aan het praten over uh, plassen in een potje en over hoe ja, dat. Ik dat kan het helemaal zo. niet goed. Ik kan ook niet plassen als iemand naast me staat. Ja, de gaat het er ook moeilijk ja. mee? Ja, ik heb soms uh, als ik heel dringend moet, lukt het altijd. Maar als je ge... ja, ik hoorde alles wat je zei. Benieuwd. Ja, ja. Oké, okay, dan is het mooi. Ja, dan ben ik blij dat je maar uh, nee, nee. Ik ik zou ook uh, stel dat ik m, mijn vrouw helemaal gek zou zijn op plasseks dan zou ik echt, zou ze echt een probleem hebben. Ik kan, ik kan, dat niet. Ik moet, ik moet gewoon even in mijn eentje ja. zijn. En het is niet dat mensen mijn penis niet mogen zien. Ja, dat dat was duidelijk. Uh, nee, ja. nee, dat was uh, geen enkel dat probleem maar, hier. Dus, ja. <laughs> ah, ja. Theo, misschien uh, om mee af te ja. ronden. Um, je hebt uh, waanzinnig veel bereikt op een podium. Je hebt geacteerd. Je hebt zelf een film geregisseerd ook. Hoe, hoe was dat trouwens? Ja, tussen, dat was fantastisch. Dat was echt wel een droom. Ja. Was ik, dat dan eh, vooral dat je zelf ook had, of was nee, dat een bewerking nee, van... Nee, 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 we hebben wel, wel geschreven door een comedian, dus mm -hmm. Sander van Op Zeeland. En op een gegeven moment ben ik betrokken geworden bij dat project en ik heb ook wel meegeschreven. Maar het idee en, en het overgrote deel van het scenario was van Sander, ja. ja. Maar ja, dat was geweldig met Bruno van den Broeke in de hoofdrol, we ja. ja. een magnifieke acteur. Dus ja, het was, het was fantastisch om te doen. En... en uh, ja, ook inderdaad, heel, heel leerzaam. Ik heb al een paar keer leerzaam gezegd, maar dat is wel leuk om. om uh, nou ja, dat is wel belangrijk ook toch: om dingen te leren. Wat zouden we eigenlijk nog, uh, nog willen doen? Stel dat je... Hè, want we, we zijn nu um, de, hoe zeg je dat, de mannen van middelbare leeftijd ja. geworden. Je bent niet meer de, de, de jonge hond die in het is even gaat zeggen. Nee. Maar je begint een deel te worden van het establishment. Ja, hè, raar, maar ook, waar. Ja. Waar, uh, waar zie jij je eigen naartoe gaan? In de, uh, zijn er dingen die je nog wilt doen, die je wilt verwezenlijken? Waar je van zegt, daar voel ik nog niet dat ik er al ben? Of... Nou ja, ik probeer me wel te blijven ontwikkelen als comedian. Ik, dat is wel mijn streven. En wat ook wel vrij natuurlijk is, is dat je, omdat je een uh, routinier bent om uh, ik vind het soms ook fijn om met jongere comedians te praten en kijk, of, probeer een beetje ervaring over te brengen of mensen te, te, te helpen. Wat meestal twee kanten op gaat, want je kan mm. ook weer heel veel leren van jonge comedians. Maar wat, dat wat kun je leren van jonge comedians? Want ik, ik begin dat ook te voelen, nu, mm -hmm. na mijn... Eh, je, op een bepaald moment kom je zo terecht op zo'n plek waar jij eigenlijk alleen maar aan try-outen bent. Dan kom je in contact met andere komieken, want dan staan ze in line-ups, of dan yeah. doe je dingen zoals jij in Toomler, of ik hier in The Joker, of zo. Maar dan ga ze weer alleen op pad, dan yeah. zitten je weer weg. En dan zitten ze op zo'n soort... Ik heb bijna niks meer met de comedy scene te mm. maken. En je vervreemdt daar ook een klein beetje van soms. Yeah. En dan heb ik, ik begin nu ook te voelen, ik heb de neiging om er even terug tussen te gaan zitten. Ja. Om iets te voelen wat daar leeft. Wat zijn dingen dat jij zegt van, ik leer dat van jonge kom ik. Nou ja, als het goed is, ook als je een nieuwe show gaat maken, je begint steeds weer op nul. En, en de kunst is ook om in ieder geval een poging te wagen om jezelf te heruitvinden. En uiteindelijk lijk je altijd wel weer op die gast die er, die er al was. En dat is niet <laughs> erg, maar je moet wel weer gaan zoeken. En jongere comedians die, ja, die zitten dat gevecht helemaal puur te doen natuurlijk. Want die weten echt nog niet uh, wat hun vorm is en wat hun stil is. Wat hun stagepersona persona is. Mm -hmm. en, uh, dus je wordt je dan wel heel erg bewust van, van, uh, ja, van die zoektocht. Die mm -hmm. je zelf ook steeds weer moet aandoen. Ja, want Om de cirkel nu een klein beetje rond te maken met je voorstelling. Die je ook vanavond in Den Ademberg speelt. Hè, situatie gewijzigd. Hadden jij een gevoel dat, omdat er een aantal ontwikkelingen zich toch hebben doorgemaakt, ook in de comedywereld eh, in de voorbije jaren, ook in de, de mentaliteit, zoals je al in uw show ook het daarover gaat hebben, eh, de houding naar de witte man toe, dat soort dingen, dat je zo merkt dat een aantal van uw, van uw grote helden zo ineens gereduceerd worden tot kwaaie witte man-comedy? En dat je ineens zo'n groep. Gebole... Wie zijn dan de voorbeelden? Nee, van? maar dan bedoel ik, dan, dan oh. wordt daar gezegd over. Hè, wat in Amerika bijvoorbeeld gebeurde. Dat ze het hadden over mensen als. Ja, hè, je zegt geen fan, maar Carlin of Hicks zelfs. Ja. Als zijnde... Ja? ja, angry white men. Hè, ja? die, die wat komen zaken over hun problemen. Ja, terwijl ja. nu hebben we meer diversiteit in de comedy. En ineens kwam er zo. Alleen, bekroop mij zo'n gevoel dat ik dacht. Am I becoming a relic? <laughs> zit jij ineens zo iemand die zo een soort comedy doet, dat nu ineens verbonden wordt aan een bepaalde periode? Of, ja, of zal het daar totaal ik, niet bij? Ik, stil? ik geloof dat. Nee, ik sta er niet bij stil. En in, als het goed is tijdens een voorstelling zit je zelf in het moment. En het publiek zit ook in het moment. En mm -hmm. het kijkt niet met die bril of op die manier. En dan is het altijd weer oorspronkelijk en echt wat er aan de hand is. Mm -hmm. En ja, ik, ik vind het leuk. Ik, bedoel, ik speel af en toe in Toemeler. En dan ben ik, ik werkelijk waar. De enige witte man. En dan speel ik met Turkse en Marokkaanse en Surinaamse comedians. En dat, is, ja, dat, dat vind ik alleen maar leuk. Mm -hmm. Dat geeft alleen maar weer een specifieke point of view die, die, die goed is. Ja. Dus uh, nee, nee. De, ik ben daar niet... Uh, ja, er zullen wel mensen die zijn en blijven die er zo naar kijken. Maar uh, mm. I don't care. Ja. Groot gelijk. Theo Massen. Heel hard bedankt dat jij een hand, dat heb ik nog niet veel gehad van iemand nou hè, die ja. hier zat. De hand voordat hem er net mee gepast. De hand he? had hem thuis en de Ik heb mijn handen gewassen oh. op de slaapkamer van jouw kindje. Maar oh, kijk eens aan. En voor de rest heb ik daar niets uitgespookt. niets. Alleen gewoon mijn handen gewassen. <laughs> dus er, is, er valt mij niets te verwijten. <laughs> ja. Daar uh, zullen we achteraf over oordelen. Ik hoop ook dat je geplast hebt in de deur. In de, en niet gewoon in de trap. Uh, wat ook kan natuurlijk. Uh, waarom ook niet? Maar uh, Theo, uh, heel veel succes vanavond. Je komt toch kijken? Ja, ik kom kijken, ja, natuurlijk. Ja, maar... Alsof dat allemaal niet waar is. Alsof het, uh... Maar nee, hey, ik kom kijken. Maar okay. ik zeg gewoon succes vanavond. Ja, nou, Doe nou, dat dank, goed. Godverdomme, man. Die zijn nou ook ja, weer ja, alle dat problemen. Zo <laughs> zo leuke, zo <laughs> dat ging hier weer al gezellig eindigen. Moet, uh, en, uh, moet eindigen. moet dat hier weer zo'n gezeik worden, man? Jesus Christ. Al die ego's in een kamer. Fuck off. Terug naar uw eigen land, man, kut cabaretier, hoe is dat nou mogelijk? <laughs> Zo jammer. <laughs> huh? Theo, bedankt om hier te zijn, dat fijn was hem, het. Je, fijn om Ja, zijn, ja, ja allebei voilà, jongens. Voilà. Ja. Dude, uh, dus, wederom, ik kon niet meer zeggen, succes vanavond, ja, man. Ja, jij ook, Screw uh, you. Ik kom gewoon kijken, zie maar dat het goed is. Ja, ik ga mijn best doen. Ja, dat zal, uh, zal u geraden zijn. Uh, Theo Maassen, merci om hier te zijn Ik was Alex, dit is Andries Zoals altijd, uh, dat was het weer voor ons Voor vandaag, volgende week zijn we er weer terug When we make Monday great again The first step on the road to recovery Is admitting you have a problem Welcome to the AA Ah ah, ik zijn hier aan u een zorg. Als het ergens over moet gaan Zend MST Naar de feest Rimmels op de midden Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.